Waterschap Brabantse Delta in Breda gaat flink snijden in de uitgaven. De lasten worden tot en met 2014 verlaagd met 47 miljoen euro. Baggerwerkzaamheden worden uitgesteld, investeringen in de zuiveringsinstallaties worden later gedaan en er worden geen nieuwe initiatieven gestart. Zonder deze ingreep zouden de lasten voor burgers fors zijn gestegen de komende jaren. Nu blijft dat beperkt tot 1 of 2 procent.